Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag gaan we het hebben over creatine. Wat is creatine? In deze video ga ik meerdere dingen behandelen, zoals wat is creatine, hoeveel gram moet je nemen per keer, hoe lang moet je het gebruiken, wanneer moet je stoppen, zijn er voordelen, zijn er nadelen, is het veilig, noem maar op. Dus wil je dit allemaal weten? Blijf dan kijken en vergeet niet te abonneren. Nou, wat is dan creatine? Creatine is een lichaams-eigen stof dat voornamelijk wordt gemaakt in de nieren, lever en in je alvleesklier. Doordat deze stof dus in je lichaam wordt gemaakt, staat het ook niet op de dopinglijst. Creatine is dus 100% veilig en dopingvrij. Iedere sporter kan dit gewoon gebruiken. Nou, hoe werkt dan creatine? In je lichaam heb je dus ATP zitten, wat wordt afgebroken tot ADP. En hierbij komt energie vrij. Deze energie gebruik je spieren. Maar dit is maar van korte duur. Dus op het moment dat het leeg is en op is, moet het weer worden bijgevuld. Dit wordt gedaan door creatinefosfaat. Op het moment dat je creatine als supplement neemt, zorgt het er dus voor dat je een hogere buffer hebt als het ware in je spiercellen van creatine, waardoor je weer sneller ATP kan aanmaken. Dit zorgt er dus voor dat je weer sneller energie hebt. Creatine is vooral goed te gebruiken op het moment dat je krachtsport doet of explosieve trainingen. Dus denk aan gewoon bodybuilding, fitness, wielrennen, dat soort sporten. Het heeft geen zin als je marathons gaat lopen bijvoorbeeld, omdat je creatine dus maar in een korte periode kan gebruiken. Je ATP gebruik je echt in het sprintsysteem als het ware. Dus op het moment dat je heel veel kracht levert in korte tijd. En op het moment dat je langere periode minder energie gaat leveren, zoals ik in een vorige video bijvoorbeeld ook al heb besproken, dan gebruik je niet meer je creatinefosfaatsysteem, maar dan ga je andere energiesystemen gebruiken. En hierbij heeft creatine dus niet zoveel meerwaarde. Creatine heeft dus wel meerwaarde als je aan krachttraining doet. Het komt omdat het maar zo'n halve minuut werkt. En als je creatine neemt, net langer, denk aan 40 seconden. En hierdoor is het dus perfect om nog even net een extra setje of een extra rep te doen, bij bijvoorbeeld bankdrukken, kan je net wat meer kracht leveren. Zoals ik ook al in een andere video heb gezegd, kost het aanmaken van de ATP kost tijd. Na je training duurt het 30 seconden om de helft van je ATP weer op te bouwen. Na 40 seconden is dit voor 75% opgebouwd. En na 60 seconden, dus na 1 minuut, is dit weer voor 85% opgebouwd. Op het moment dat je je ATP weer helemaal op topniveau wil hebben, moet je echt minimaal 3 tot 5 minuten wachten. En daarom zijn bijvoorbeeld echt die powerlifters zo lang rust aan het houden. Die hebben echt gewoon 3 tot 5 minuten rust voordat ze weer naar het volgende setje gaan. Creatine is alleen een andere manier van energie dan bijvoorbeeld cafeïne. Creatine zorgt er echt voor dat je ATP-voorraad weer wordt opgehoogd en sneller wordt bijgevuld, zodat je spieren meer energie hebben. En cafeïne geeft echt je hele lichaam meer energie. En cafeïne zorgt er dus voor dat je een nachtje door kan halen, dat je meer energie hebt tijdens je trainingen, dat soort dingen. Creatine doet het niet. Het is niet zo dat als je creatine neemt, 5 gram of een schepje, dat je dan weer energie hebt, dat je weer wakker bent. Dat is niet zo. Dit moet je dus goed begrijpen. Het is een andere soort van energie. Oké, je wilt creatine gebruiken, maar hoeveel gram en hoe vaak moet je het nemen? Op internet zie je vaak staan dat je een opbouwfase hebt en een afbouwfase en weet ik veel wat. Dan zeggen ze, de eerste 2 weken moet je 3 keer per dag 5 gram, weet ik veel wat. Neem gewoon 5 gram per keer. Dus elke dag, probeer iedere 24 uur te doen. En het liefst in de ochtend of middag, om gewoon 1 schepje te doen. 3 tot 5 gram is meer dan voldoende. 2-3 schepjes per keer. Dat is gewoon een truc zodat je het weer sneller moet kopen en sneller op is. Je kan het best niet 's avonds nemen. Want op het moment dat je het 's avonds neemt, zal je lichaam in de nacht misschien uitdrogen. Want je neemt iedere dag dus 3 tot 5 gram creatine. En daarbij moet je heel veel water drinken. Echt minimaal 3 liter. Want op het moment dat je creatine supplementeert, heb je meer water nodig. Omdat de creatine zit dus in je spiercel. En dat heeft veel meer water nodig. Op het moment dat je dus niet genoeg water drinkt, zal je uitdrogen en krijg je niet voldoende resultaat door het gebruik van creatine. Nu komen we gelijk bij het volgende. Van creatine lijkt je zwaarder en dat klopt ook. Je kan ongeveer 2 tot 3 kilo aankomen en dat is puur in vocht. En daarom is er dus ook de mythe van als je stopt met creatine dan val je weer af in spiermassa. Dat is allemaal bullshit. Dat is gewoon bullshit, straight up. Op het moment dat je stopt met creatine, verlies je dus eigenlijk weer gewoon het vocht dat je vasthield. Daardoor lijk je inderdaad wat smaller, wat kleiner, weet ik veel wat. Maar dat komt gewoon omdat je 2 tot 3 kilo afvalt aan vocht. Je moet dus iedere dag 3 tot 5 gram creatine nemen. En het best kan je het gewoon of in je mond doen en een paar slokken water erachteraan. Of in een flesje met water, gewoon even een paar keer schudden en dat dan gewoon opdrinken. Dat maakt niet zoveel uit. Het beste is natuurlijk wel als je het in je mond gelijk doet. Want als je het in water doet, in een flesje kan het nog wel zitten. Kan het nog wel eens voorkomen dat de creatine een beetje blijft vastplakken aan je flesje. In principe is het niet erg, want dan kan je je flesje gewoon opnieuw vullen en heb je alsnog alles binnengekregen. Dus kijk wat je zelf fijn vindt, dat maakt in principe niet uit. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de creatine maximaal is ingewerkt. Je moet dus inderdaad iedere dag die creatine nemen, zodat je de creatine in je spiercellen gaat opbouwen. Op het moment dat dit op de max is, ben je ongeveer 2 tot 3 kilo vocht aangekomen. Nu even een paar feiten over creatine. Creatine is eigenlijk het meest onderzochte supplement naast eiwitshakes. En waarom naast eiwitshakes? Omdat eiwitshakes puur eiwit zijn. En eiwitten kennen we natuurlijk al van onze voeding. Dus dit is al heel vaak onderzocht. Dus als supplement is creatine eigenlijk het meest onderzochte supplement. En daarom weten we dus dat het gewoon veilig is en dat het voor iedereen goed kan werken. Ik zeg niet iedereen, maar het kan zijn dat 20 tot 30% van de mensen niet zoveel effect heeft als de ander. En dit komt omdat sommige mensen al een grotere creatinefosfaat voorraad in hun spiercellen hebben, waardoor je het dus niet nog hoger kan krijgen. En bij die mensen zal het dus niet zo goed werken. Nou, hoe kan je weten dat het niet bij jou werkt? Op het moment dat je niet 2 tot 3 kilo vocht aankomt, zal het bij jou niet zoveel effect hebben. En het heeft dus ook geen zin om meer schepjes per dag te nemen, want dit plas je allemaal weer uit. Veel mensen willen misschien geen creatine nemen, omdat ze denken dat dit niet meer naturel is, of doping is, of weet ik veel wat. Dat is gewoon onzin. Creatine staat niet op de dopinglijst, dus het is absoluut geen doping, omdat het een lichaams-eigen stof is. Je eigen lichaam produceert het ook. Alleen veel minder dan als je het supplementeert. Ook is het nog steeds naturel. Net als eiwitshakes, het is nog steeds naturel. Je gebruikt alleen een toevoeging op je dagelijkse voedingpatroon. Creatine is daarom gewoon veilig te gebruiken. En ik vind persoonlijk dat iedere fitnesser die gewoon serieus bezig is, het zou moeten gebruiken of op zijn minst moeten proberen. Er zijn vele soorten creatine op de markt. Je hebt hele goedkope creatine en je hebt hele dure. Koop gewoon creatine monohydrate. Gewoon de basic. Ik zal het hier even uitschrijven voor jullie, zodat jullie het gewoon goed kunnen zien. Koop gewoon de goedkope basic creatine monohydrate. Bij bijvoorbeeld Myprotein heb je voor €10 of zo heb je al 500 gram tot een kilo. Ik zal ook een link in de beschrijving doen voor een kortingscode. Gebruik die, dan krijg je weer extra korting. Je kan het desnoods zelfs kopen bij de Action of Kruidvat voor 500 gram. Voor €10 heb je 500 gram creatine of zo. Dus probeer het gewoon een keer uit. De voorraad van creatine in de spiercellen is bij zowel mannen als vrouwen gelijk. Het kan natuurlijk iets afwijken, maar in het algemeen is dit gelijk. Je haalt echter heel weinig creatine uit je voeding. En vooral vegetariërs zouden eigenlijk creatine moeten supplementeren. De meeste creatine haal je eigenlijk uit rood vlees bijvoorbeeld. Daar haal je gewoon veel creatine uit. Alleen stel je eet 500 gram rundvlees, dan zou dit alsnog maar ongeveer 1 gram creatine zijn. Uit mijn hoofd, dat weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval erg weinig. En daarom moet je als een vegan of vegetariër zeker creatine supplementeren als je ook aan krachttraining doet. Dan nog even de pro's en de cons. Als pro, je komt meer spiermassa aan. Waarom? Omdat je meer kracht kan leveren en daardoor kan je je spier weer meer slopen en daardoor kan je weer meer spiermassa aankomen. Het is dus niet zo dat je per definitie meer spiermassa krijgt als je creatine gebruikt. Alleen je kan harder en meer trainen op het moment met creatine, waardoor je weer meer resultaten kan bereiken. Pro 2, daarbij kom je dus vochtmassa aan. Je komt ongeveer 2-3 kilo vocht aan en daardoor lijk je wat meer buffed, wat groter en daardoor lijk je ook weer droger. Er zijn eigenlijk geen cons. Het product is veilig, het is makkelijk te gebruiken. Je moet het alleen niet vergeten. Op het moment dat je het een keer vergeet is het geen probleem. Alleen dan moet je niet 10 gram gaan nemen bijvoorbeeld. Gewoon de volgende dag of op het moment dat je denkt, oh shit, ik ben het vergeten. Gewoon weer één schepje nemen, dat is meer dan genoeg. Je hoort ook wel eens verhalen over mensen die dan zeggen, ja, je moet geen creatine nemen, want dat is slecht, dan maak je het zelf niet meer aan. Dat is natuurlijk ook gewoon onzin. Met testosteron spuiten bijvoorbeeld is het wel zo, als je vaak hebt gespoten, dan moet je het blijven spuiten. Anders maak je het inderdaad zelf niet aan, maar met creatine is dit in principe niet zo. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan van mensen die dit jaren gebruiken en er geen verschil is te zien. Natuurlijk zou dit na hele lange tijd wel kunnen gebeuren. Dus wat ik persoonlijk gewoon doe, ik gebruik het ongeveer 3-4 maanden. En dan stop ik even 3-4 weken en dan ga ik weer opnieuw beginnen. En dan als ik weer opnieuw begin, ook gewoon 1 schepje per dag, gewoon makkelijk. En wat ik ook meestal doe is, ik combineer dit met vakanties. Dus bijvoorbeeld in de zomervakantie gebruik ik het voordat ik op vakantie ga wel. En op het moment dat ik op vakantie ga, dan stop ik weer even 3-4 weken. Nou, dit was deze video alweer. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. Mochten jullie nog vragen hebben, zet het gelijk hieronder in de reacties. Of stuur me een DM op Instagram. Link staat ook in de beschrijving. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Zodat jullie hier de volgende video ook kunnen kijken. En ik zie jullie de volgende keer.